De Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode van september tot en met november plaatsvindt in 40-tal steden door het hele land. In 2015 strijkt Popronde neer in 38 steden. Op zaterdag 14 november streek het evenement neer in Sittard. Hier speelde ook de Limburgse band The Early Adopters. Dus de mannen spreken wel een beetje dialect. Is de Popronde in Sittard dan ook een beetje heemkomen? Toeskomen? Ja. Heemkomen. Ja. Ah, oké. Okay. Wie komen we nog in Limburg spreken? Toch net een ander dialect. Ja, zeker. Ja, we zijn gisteren nog Alkmaar geweest. Dus het is toch wel 2,5 of heel ongeveer. Dus dan, ja, dan is dit gewoon een kippeneindje voor Zetbed. Lekker dichtbij in ieder geval. Pop Rondi, wat biedt dat eigenlijk echt als band? Nou ja, de Popronde is een manier om Buto eigen regio publiek op te bouwen, podiumervaring op te doen en zelf te presenteren als band. Wat heeft zo'n jonge talentvolle band als Early Adopters nou eigenlijk voor ambities? Die zijn we nog een beetje te zoeken. Het is veel spelen, gewoon leuk, ja, leuk muziek maken, dat is het allerbelangrijkste. Naast de verschillende cafés op de Grote Markt waren er ook enkele opvallende en speciale locaties uitgezocht door de organisatie van de Popronde in Sittard. Een van deze locaties was het Grijzenkerkje. Hier trad singer-songwriter Bart van Dalen op. Ja, Bart van Dalen, beter bekend als artiestennaam Postcards from Mars. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik zie eigenlijk mijn liedjes een beetje als ansichtkaartjes en mijn hoofd eigenlijk als Mars. Klinkt een beetje zweverig, maar ik vind gewoon het hele space thema wel leuk. Dus zodoende ben ik eraan gekomen. Ja, Popronde vandaag in Sittard. Omschrijf eens de locatie. Hoe vond je het hier in een kerk? Ja, als ik het goed uitspreek, het Groezekerkje. te gek. Ik heb de hele Popronde nog niet op zo'n locatie mogen spelen. Dus ik vind het echt heel erg bijzonder. Zeker op een avond als vanavond. Ook met de gebeurtenissen in Parijs. En het voelde voor mij wel lekker vredig of zo. En mijn muziek kwam goed tot z'n recht. Dus ik was erg tevreden. Ja, wat heeft jou gebracht om mee te doen aan de Popronde? Het is gewoon een goede opstart voor beginnende bands. En ik had zoiets van, ik wil veel spelen en ook met mijn band veel meters maken. Dus ik had zoiets van, het is een goed ding om aan mee te doen en lekker veel spelen. En dat is gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, je bent een singer-songwriter. Wie zijn jouw voorbeelden daarin? Heel veel. Paul Simon is een grote inspiratie. Sufjan Stevens is ook een grote inspiratie. Fleetwood Mac. Radiohead, weet je dat. Is het dan toch een belediging als ik je een beetje vergelijk met Passenger in bepaalde liedjes? Nee hoor, absoluut niet. Die is ook erg goed. Ook zeker live is hij echt heel erg goede entertainer. En het is heel bijzonder en inspirerend ook. Ja. Naast de locatie hier in het Groezekerkje, wat maakt de Popronde hier in Sittard zo speciaal? Ja, nou ja, dit soort locaties sowieso natuurlijk. En ik zei net ook al tijdens de show, ik vind het in Limburg altijd erg gezellig. Dus ik kom hier graag. En ik denk dat het goed is dat de Popronde op alle plekken in Nederland komt. En Sittard hoort daar volgens mij ook gewoon bij. De Popronde is dus een groot rondreizend festival. Maar wat houdt de Popronde nu precies in? De Popronde is eigenlijk het grootste rondreizende festival van Nederland. Waar eigenlijk heel veel talentvolle
acts, bands, artiesten, singer-songwriters zich kunnen profileren. En die trekken zich echt van heel Nederland door. Dus van Groningen naar hier Zittert, maar ook naar Middelburg, naar Alkmaar. Wat hebben ze nog meer? Ja, noem het maar op. Eigenlijk gewoon naar alle grote steden toe, ja. Maar het is absoluut geen wedstrijd. Nee, ze kunnen er niks met winnen. Wat ze met winnen is denk ik gewoon hun eigen ego omhoog werken en zorgen dat ze heel veel zichzelf in de kieker kunnen spelen. Sinds wanneer wordt de popronde in Zittert georganiseerd? De popronde in Zittert is nu voor het vierde jaar. En eigenlijk steeds per jaar hebben we er heel veel groei met gemaakt, hoe eigenlijk dit jaar het echte summum is gekomen. Ja, de popronde is natuurlijk in veel meer steden. Wat maakt de editie in Zittert zo speciaal van de andere? Ik kan het niet echt oordelen over andere steden, omdat ik er zelf nog niet echt geweest ben. Maar wat ik hier van Zittert vind, is de hupste ganse meret. Eigenlijk bekant iedere locatie uit aan met. En dan heb je een paar unieke locaties. Het Gruzekerkske, Leven, een ganse nieuwe locatie. Onder de Linden, waar een heel mooi café is. En nu ook voor het eerst de Showbrug erbij. Welke bands zijn vanuit de popronde eigenlijk groot geworden? Ja, dan ken ik het heel veel nummer gewoon. Kensington, De Staat, Go Back to the Zoo, Blauwtsoen, ja, dat zijn al Raccoon, Chef Special. Dus kortom, de popronde leidt beginnende bands op tot redelijk groot band. Ja, het is een springplan.